Nou, voor wat Nusbeek betreft uitstekend. De wedstrijd eindigt uiteindelijk in een 4-0 overwinning voor het team van Werner Pluijm. Aanvankelijk wat moeizaam, maar daar gaan we over terugblikken met Werner Pluijm. Werner, gefeliciteerd, dat ten eerste. Je stond in een kringetje na afloop van de wedstrijd met de spelers. Wat werd daar besproken? Dankjewel. Onze eerste seizoen zelf was natuurlijk niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden. De verwachtingen waren hoog en er waren wel wat jongens die daar best wel veel last van hebben gehad. Dan ga je in de winterstop bij elkaar komen en kijken hoe kunnen we dingen anders gaan doen of gaan we door op dezelfde voet. Er zijn best wel wat stevige woorden over en weer gevallen. Dan spreek je met elkaar dingen af en daarin zijn heel veel dingen aan het lukken en dat doen we echt met elkaar en we werken daar keihard voor, we zijn kritisch op elkaar, we pushen elkaar naar een hoger niveau en als je niveau op de training omhoog gaat, dan denk ik dat je dat ergens een keer terug gaat zien op het veld en we zijn nu best wel op de nederlaag tegen hier en daar, zijn we best wel bezig met een hele mooie reeks en dan vind ik dat de groep daarin soms ook even een woordje van dank daarin verdient en van waardering. We hebben ze komende dinsdag een keer een avondje vrijgegeven. Het is dan ook wel weer mooi om te zien dat er dan toch een aantal jongens zijn die wel willen trainen. Als ze willen ben ik beschikbaar. Ik vind het belangrijk om die groep ook mee te geven als ze dingen heel erg goed doen. Mooi. Toen we elkaar een aantal weken geleden spraken, zeiden we van de wedstrijden tegen Heerden, Hattelheim, Epe, AGOVV komen eraan. Het zijn eigenlijk wedstrijden, daar moet je het maken. Het is nu 3-4. Ja, dat klopt. We willen daar een serie gaan neerzetten. We zitten gewoon in een sterke competitie, waarbij je eigenlijk geen één ploeg kan onderschatten. Elke ploeg heeft wel 2-3 spelers die ook 1 of 2 niveautjes hoger mee zouden kunnen doen. Dus je wint geen 1 wedstrijd over het algemeen makkelijk. En wij hadden zelf natuurlijk ook niet echt een serie dat we dachten van joh, nu kunnen we even lekker achterover leunen. Dus we moeten het echt wel zelf gaan maken iedere keer. Daarom ben ik misschien ook wel zo trots dat dat nu aan het lukken is. En dat we het ook echt iedere week zelf verdienen. Die wedstrijd tegen ZZVV na, waarbij de eerste helft gewoon echt ondermaats was, denk ik dat we in al die andere wedstrijden hebben laten zien waar we voor kwamen. Dat is heel mooi. En ook weer weten te scoren. Ja, al is dat wel. We hebben ook voor de winter hebben wij best wel veel goals gemaakt als je het vergelijkt met andere ploegen. Alleen we hadden gewoon vreselijk veel kansen nodig om tot die doelpunten te komen. Dan is beeldvorming over het algemeen dat we moeilijk tot scoren komen. Ja. Dat is wel zo, alleen als je kijkt naar de aantallen viel dat wel mee. En ik denk dat we nu nog steeds best wel veel kansen krijgen. Alleen vorige week 5, vandaag weer 4. ZZVV waren er 2. Dan gaat het ineens een stukje lekkerder. En vandaag Assen 3, dus dat is super. Ja, absoluut. Ja, het aantal kansen, die waren er zeker. Maar het was heel stug verdedigen van Epe in de beginfase van de wedstrijd. Ja, dat klopt. Kijk, Epe die... het draait ook niet helemaal het seizoen wat ze graag willen. Vorige wedstrijd zeg maar, tegen Epe, ik vond Epe echt wel een van de ploegen die het ons toen heel erg moeilijk maakte. Ook echt gedurende langere periode in een wedstrijd. En dat we eigenlijk best op een gelukkige manier daar wonnen. Ze zijn best goed als ze lang in de organisatie blijven. Ze hebben wel snelle mensen voorin. Dus zolang zij lang 0-0 kunnen houden, dan kunnen zij in de tweede helft vaak wel wat doen. En ze scoren op zich wel makkelijk. Dus ik denk ook dat zij daar een beetje op in hebben gezet. Dan is het aan ons om dat tempo te maken. Je speelt niet zo heel makkelijk door zo'n muur heen. Dus je moet ook eerst wat forceren bij zo'n tegenstander voordat je daar bent. Toen een keer die 1-0 viel, ging dat ineens wat makkelijker. Ja, want dan komt de ruimte, hè? Want dan zal ook Epe moeten komen. Ja, dat klopt. We hebben zelf ook wel wat ruimte nodig om te spelen. We zijn vanuit de omschakeling natuurlijk erg goed. We weten gelukkig ook steeds vaker op andere manieren te scoren. Het was aan het begin van het seizoen heel erg statisch en nu wordt het wat dynamischer, waardoor de tegenstander steeds in beweging moet komen.
Ja, en op een gegeven moment, je hebt altijd van die jumpers, hè, noemen we dat. Gewoon spelers van een tegenstander die toch zichzelf niet in kunnen houden en uitstappen. Ja, en dan moeten we die ruimte zien te bespelen. En dat spelletje lukt nu heel goed. 2-0 bij rust. Dan is het lang wachten op die derde treffer, dat die wedstrijd in het slot zit. Hè? Want Epe maakt het in het begin van die tweede helft toch wel behoorlijk lastig. Ja, al vond ik vooral dat wij dat daarin heel slordig waren. Zij schakelden even naar 5-3-2. Dat betekent dat je centrum even wat meer onder druk staat. Nou, dan vind ik dat je daar samen meer moet doen om daar onderuit te voetballen. En ik vond juist dat we minder gingen doen. Dat je minder energie in dingen gaat steken, dan bloedt het langzaam dood en ga je risico's lopen. Nou ja, uiteindelijk met die knullige botsing tussen Jari en Andrew haalt Herman wonderbaarlijk het bal en wijzen die ballen van de lijn. Maar dan kom je wel heel goed weg, want kort daarna maak je 3-0. En dan is de wedstrijd gespeeld, maar die drie, hebben die nog hoofdpijn? Ja, dat weet ik niet. Morgenochtend wel, denk ik. Maar geen idee. Jari had het wel even zwaar net, maar is geen grote drinker. Andrew die was alweer helemaal fris en Herman heb ik nog niet gesproken, maar die zag er wel fris uit. Ja, maar die had het eventjes lastig, hè? Toch? Maar hij haalt wel op wonderbaarlijke wijze die bal eruit. Ja, hij ging als een soort keeper ging hij daar staan. En ik was al heel blij dat hij het niet in zijn handen pakte, want dat soort verdedigers heb je ook. Maar het was ook wel gewoon ontzettend slecht gedaan van die aanvallen van Epe. Goed, Marnix Tissing, hij pakt toch weer zijn doelpuntje mee. Dat deed hij in de uitwedstrijd tegen Epe ook al. Ja, Marnix die kijkt altijd als een van de eerste die interviewtjes terug. Dus dan is hij ook heel trots als hij een compliment krijgt. Dus Marnix die kwam... We hebben dit niet van tevoren afgesproken. Nee, Marnix die kwam, even kijken, 2 weken geleden kwam hij al... weer in de ploeg tegen ZZVV en toen voorin, zeg maar, om voorin wat te forceren. Kan natuurlijk geweldig goed koppen. Nou, toen maakte hij een uitglijder en dat is balen voor zo'n moment. Maar alleen dat heeft hij wel gehoord ook van zijn teamgenoten. Nou, vorige week al een wat serieuzer invalbeurt en hij werkt verschrikkelijk hard om iedere keer weer zichzelf terug te knokken, zeg maar, van alle blessureleed. De laatste weken, hij staat weer met plezier te trainen en mede door Marnix gaat het niveau op de training ook omhoog. Ja, dan is het voor zichzelf vooral heel erg lekker dat hij gewoon goed invalt en dan een goal maakt. Je ziet hoe populair hij is bij de supporters, weet je, dat weet hij goed uit. Marnix, Adi Trakanovic, routiniers toch eigenlijk. Er komt er nog eentje bij volgend seizoen. Je bedoelt op Dennis? Ja. Dennis van der Wal die traint al een tijdje mee. En laatst in Oefens natuurlijk al een keer meegedaan. Je ziet dat soort jongens zijn gewoon heel erg belangrijk voor een team. Mensen twijfelen dan wel eens over hun fitheid. Ja, ik denk dat als je wat voorzichtiger met hun trainingsbelasting bent, dat er nog steeds heel veel dingen heel erg goed kunnen gaan. Dat zie ik met name met Adi. Wel een groot compliment aan Jaap Mulder die hem iedere week weer prepareert. Hij is voor ons zo vreselijk belangrijk. Ja, en dan gaan er wat meer credits naar jonge jongens. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Ik vind dat Adi wel echt een heel groot compliment vindt. Wat dat betreft komt een weekendje rust ook wel goed uit. Ja, we spelen donderdag wel een oefenwedstrijd, dus die willen we wel gewoon ook heel graag winnen. Maar een weekendje geen voetbal is stiekem wel lekker. Kijk je al naar de ranglijst? Ondertussen wel wat meer. Ik heb dat heel lang gezegd dat ik dat niet deed. Af en toe keek ik eens een keer met een schuin oog, maar... we zijn nu wat verder weg van de onderste plekken, dus dat geeft wel wat rust. En als wij de energie in trainingen en in wedstrijden blijven steken van zoals we het de laatste weken doen, dan kunnen wij het iedere tegenstander gewoon heel erg lastig maken. En je ziet dat in deze klas alles en iedereen van elkaar kan winnen. Dan wordt zo'n periode ineens heel interessant. Dan is de ambitie waar we vooraf aan het seizoen over spraken, dat is dan helemaal niet zo heel ver weg. Alleen dan moet je wel iedere week weer met elkaar zien proberen op te brengen. We gaan het zien. Is dat nu ook het doel geworden? Het doel is nooit anders geweest. Ik vind dat je een doel mag je best wel hoog inzetten. Als wij doelen stellen, zeg maar, zodat je zeker weet dat je ze haalt, waar ligt dan de uitdaging? Dan stel ik hem liever wat hoger, dat je ook echt met z'n allen aan de bak moet om daar te komen. En als het dan niet lukt, ga je evalueren en kijken wat je anders kan gaan doen om daar toch te komen. Lukt het nu niet, dan misschien op een later moment, maar we zetten hoog in. HGOVV is de volgende tegenstander over 2 weken. Ja, volgens mij hebben ze verloren van hier vandaag. We zullen kijken of we wat informatie kunnen krijgen over HGOVV.
En als wij het niveau halen van de thuiswedstrijd tegen AGOVV, dan maak ik me nul zorgen, want die was echt fantastisch. Ja, aan ons om AGOVV verder naar beneden te duwen en zelf een stapje omhoog te gaan maken. Dankjewel, geniet van de overwinning, met het team ook. En komende week dan nog een keertje oefenen, lekker genieten van een vrij weekend. En dan gaat het over 2 weken weer verder wennen. Dankjewel, we gaan ons best doen. Dankjewel. Dat was het vanaf de Wildzang. Hier zo napraten met trainer Werner Pruim over de wedstrijd van vandaag. Nunspeet-Epe 4-0.